Met parlementariër Ronnie Aluma spraken wij ook over de prestaties van het parlement en de regering. Niet alles is naar wens gegaan, zegt Aluma. Hij had er hele hoge verwachtingen voor het parlement zelf. Maar soms ligt het aan de tijd zelf, soms ligt het aan ons als parlementariërs. Zelf zegt Aluma dat we niet alles hebben kunnen doen wat wij graag hadden gewild voor 2022. En eenzelfde zegt hij ook over de regering. Maar mede gelet op het feit dat we nu gaan naar de tweede helft van de regering, is het dus hard werken geblazen voor zowel het parlement als de regering. U hoort parlementariër Ronnie Aluma. Tevreden kunnen we niet zijn, maar teruggesteld kunnen we ook niet zijn. Omdat we hebben een aantal dingen gedaan, we hebben een aantal wetten aangenomen. Natuurlijk konden we nog heel veel nog doen als in het parlement. En we zijn aan bepaalde voorwaarden gebonden. U weet het, we zijn in een IMF-programma en de IMF stelt ook sancties. Geen sancties, ze stellen eisen. Waar wij als DNA moeten voldoen, ook de regering moet voldoen ten aanzien van wetten. So, u ziet het, de money laundering wetten, die moeten we behandelen, et cetera, et cetera. Maar bovenal ben ik tevreden. Ben ik tevreden over de gang van zaken in het parlement. Iedereen kijkt zijn momenten om zijn ding te doen. En vanuit de VRP-fractie doen we een job. Naar behoren, dat is mijn mening. Maar natuurlijk kan het veel, veel maar beter. En vindt u persoonlijk zelf, voor u zelf, dat u de regering het haast afgelopen jaar wel kritisch hebt beoordeeld of kritisch hebt helpen beoordelen? Natuurlijk heel veel zaken proberen met het desbetreffende ministerie zelf op te lossen. Je ziet het, de regering zit in een heel moeilijk traject. Als land zit in een heel moeilijk traject en dan moet je als regering durf hebben om bepaalde maatregelen uit te voeren en wetten ook naar het parlement sturen die behandeld moet worden. En persoonlijk ben ik niet echt altijd in één lijn met de regering, maar als je kijkt naar het groter plaatje, dan geeft me dat hoop en dat de regering durf hebben om bepaalde zaken aan te pakken. Wat is dat groter plaatje dat u ziet? Het grote plaatje is dat een bepaalde maatregelen die nu getroffen worden, zullen we niet in 1, 2, 3 merken. Maar aan de long term zullen we kijken van en zeggen van oké, dit was een heel goed moment om bepaalde dingen door te drukken. En de handen in eigen boezem, heer Aluma, uw prestaties voor 2022 als parlementariër? Tevreden ben ik niet en heel wat dingen moeten nog gebeuren. Als je kijkt bijvoorbeeld naar het probleem van de Scarian, als je kijkt bijvoorbeeld naar het probleem van de kwikgebruik, als je kijkt naar de arbeidende klasse die nagenoeg niet genoeg verdient, dan ben ik persoonlijk niet echt tevreden over mijn prestatie. Ik moet meer opkomen, ik moet meer van me laten horen, dat zeg ik even toe. En het komend jaar denk ik dat ik meer van mij zal laten horen, vooral bij de openbare debatten, omdat ik als nieuw lid meelopen is voor mij al geweest. Het is nu tijd om in actie te gaan en je mening aan voor te brengen. Het is ook een jaar geweest, heer Aluma, waar individuen, personen, dan wel organisaties hier voor het parlement hun frustraties hebben geuit door middel van protest of weer andere petities hebben aangeboden. Wat zegt dat dan nu? Het zegt mij dat de democratie leeft. Want als mens, als persoon, als individu, als u niet eens bent met een standpunt van de regering, hier is het huis van het volk. U kunt u een petitie komen indienen. Toch, we hebben tijden gehad waar wij in dit land niet eens de mogelijkheid hadden om een petitie in te dienen. Laat staan om op straat te komen protesteren, dat mocht niet. Maar nu zie je dat vooral met deze president dat de democratie weer leeft. En iedereen kan zijn emoties en zijn genoegdoening tonen en dat ook kenbaar maken middels protesten, middels brieven, middels allerlei zaken die naar voren kunnen brengen. Ja. Maar persoonlijk voor u als parlementariër, wat zegt dat? Dat mensen toch wel het jaar door hebben geprotesteerd? Het zegt mij dat de regering de handen in eigen boezem moet steken en als de samenleving die jij persoonlijk leidt als regering en als ze niet tevreden zijn, dan moet je bereid zijn om met ze te praten. En dat vind ik heel prachtig van deze regering, de president,
Hij praat met alle groepen, hij nodigt alle groepen uit om van gedachten te wisselen en samen het probleem, aanpakken. Dat vind ik heel goed. En in een democratisch stelsel is het niet anders dan praten en overeenstemmen bereiken met iedereen. Van u wordt verwacht, heer Aluma, als parlementariër, dat u die regering kritisch beoordeelt. Wat vindt u van hun prestaties voor het jaar 2022 tot nu toe? Niet echt tevreden. De regering moet zaken meer aanpakken. De regering moet zaken meer aanpakken als we praten over sociaal beleid. Toch? En ik ben blij dat de president zegt dat hij het sociaal pakket naar zich toe zal trekken. Wat op zich heel goed is. Want in feite moest het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting het meest populaire ministerie zijn. Omdat hij heeft de middelen om de armoedevraagstuk en grondig aan te pakken. Maar ik zie dat het niet echt van de grond komt. Ik weet niet waar aan het ligt. Misschien aan capaciteit. Toch, daaraan moeten we ook kijken. Kan hij het werk aan of kan de deskundige daar het werk aan? Ik neem aan dat heel veel nog moet gebeuren om het sociaal pakket en aan het werk te krijgen. En ben blij dat de president dat zich naar zich toe gaat trekken. Is dat alleen wat u zegt dat aangepakt zal moeten worden? Want we zien dat de prijzen nog steeds elke dag stijgen, heer Aluma. De armoede grijpt om zich heen. Veiligheid, vraagstuk, dat is nu ook zeer actueel of elke dag actueel. Wat zegt u hierop? Kijk, we zijn in een periode waar een internationale crisis heerst, ook in Suriname. We zijn ook onderdeel van de wereld. En als er dingen gebeuren buiten de invloedssfeer van de regering, buiten onze invloedssfeer om, dan is het sociale pakket die echt gesloten moet zijn en echt daadwerkelijk de zwaar behoeftige tegemoet komen. Bijvoorbeeld, ik denk aan de mensen met een beperking, ik denk aan de gebedshuizen, ik denk aan de verschillende volksbuurten die in aanmerking moeten komen om geholpen te worden. Toch? En als ik ook kijk wat de regering doet, en ik ben niet 100% tevreden, maar het kan veel beter, ja. Ja. En in de indruk bestaat er ook, heer Aluma, en dat hebben we in het haast afgelopen jaar ook gezien, dat de coalitiepartners niet altijd op één lijn waren. Wat vindt u zelf daarvan? Ja, dat is de democratie. We hebben ervoor gekozen om samen te werken. Toch eens zijn zullen we allemaal, we zullen onze mening hebben. En als dat indruist tegen je principe, dan moet je als het ware opkomen. Ja. En in deze zijn we in de coalitie met z'n vier partijen, ABAV, NAVAP, NPS en PL. En u merkt dat u ziet de uitspraken, de verschillende uitspraken in de media. En het zegt mij dat we soms niet op één lijn zitten, maar het groter plaatje, dit land uit de pinari halen, dit bevolking optillen naar grotere hoogte, die staat centraal. En dat is wat de president probeert te doen, om de totale samenleving baat bij te hebben met een handelen en wandelen van de regering. Bent u tevreden met de prestaties van alle ministers? Natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Als je om je heen kijkt, dan zie je vooral de prijsstijging. U had het net daarover. Benzine, levensonderhoud wordt duurder. De salaris gaat niet mee. Toch? En dat heb je wanneer je in een crisis zit. En wat deze regering doet, is deze crisis naar eer en geweten goed managen. Niemand achterlaten. Iedereen meenemen in een approach. Ze hebben het niet makkelijk. Ze hebben het niet makkelijk. Maar ik zie dat de regering met tacht, vooral de president, met tacht te werk gaat om deze samenleving te behoeden van echt pinari. Waaraan zou de regering in 2023 gelijk prioriteit aan moeten geven, heer Aluma? Gezondheidssector, veiligheid, justitie en politie, onderwijs. Dat zijn de drie sectoren waar de regering, naar mijn mening, niet moet inknippen, in tegendeel moet meer daaruit vervloeien. Want we willen produceren, de ondernemers willen produceren, je wil de ondernemingen helpen, maar dat moet gebeuren in een veilige omgeving. Toch, dan kan het niet zijn dat de politie niet over de middelen beschikken, over één kopieermachine, etc. Zulke kleine dingen niet beschikken om het werk naar eer en geweten te doen en zo goed mogelijk om deze samenleving en de internationale gemeenschap te dienen. 2023 is tweede helft voor het parlement en tweede helft voor de regering. Wat zegt u? We moeten harder werken, we moeten evalueren. Toch kijken wat we fout hebben gedaan, wat we beter had kunnen doen.
en verbeterpunten aandragen en die aanpakken, vooral in de tweede helft, want er is geen verlenging, net als bij het WK, er is geen verlenging. Dus we moeten ons gezicht en ideeën mee laten zien en daadwerkelijk gaan voor waarvoor we staan en, als parlement en namelijk de regering kritisch en controleren. Het wordt net als een spel tussen Argentinië en Frankrijk. Uiteindelijk moet het volk winnen. Daar gaat het om. We zijn hier voor het volk. Wij zijn Argentinië, toch? Dus het volk moet winnen, toch? Het is niet makkelijk. Het is vrij hard. En de realiteit om ons heen, u ziet het, toch? Maar uiteindelijk moeten we deze volk behoeden van echt armoede.